De bring your own device cultuur en de Internet of Things maakt het voor hackers erg makkelijk om bij organisaties binnen te dringen en om gegevens te stelen of om zich financieel te verrijken. De bring your own device cultuur. Wie van u mag eigen apparatuur meenemen naar het kantoor en daar op internet? Langzaam wat handen. Internet of Things, wie heeft er al een nieuwe tv op het internet? Al wat meer. Nou, al dit soort apparaten maken het voor hackers mogelijk om in hun netwerk binnen te dringen. Des te meer apparatuur op internet staat, des te meer mogelijkheden hebben hackers om uw netwerk in te komen. Waarom doen ze dat? Dat heeft voornamelijk te maken met de online zwarte markt. Die online zwarte markt, daar ga ik u iets van laten zien. Hoort dat Tor-netwerk wordt gebruikt door criminelen om data te verkopen. Dit hier is wat mogelijkheden om die data te kopen of te verkopen. We zien hier bijvoorbeeld de premium cards, die laat ik zo even zien, PayPal Center. Rent a hacker. Nou, stel u wilt uw concurrent platleggen, dan is dat voor een bedrag van, even uit mijn hoofd, €500 geloof ik. Ja, €500 is dat te regelen. Ja, u ziet het nu. U dacht misschien van een hacker, er komt iemand met een bivakmuts het podium op. Maar dames en heren, de hackers hebben gewoon net zoals mij een pak aan en zitten in grote getalen, georganiseerde misdaad, zijn ze bezig. Het is niet meer een hacker op een zolderkamertje. Die tijden zijn echt wel voorbij. Nou, smoltje op, e-mail, Facebook hacking, €200. Allemaal op afroep. PayPal Bazaar, hier wat PayPal accounts. Nou, hier zien we een account, daar staat $2,500 op. Die kunt u aankopen voor $400. Die is available. Ja, dan lacht u erom. Dan lacht u erom. Wie heeft er hier een PayPal-account? Nou, ik denk de meeste mensen wel. Wie zit er wel eens in een internetcafé te internetten? Ja, langzaam wat handen. Wie internet er wel eens in een hotel of op een ander free wifi hotspot? Ja, kijk. Now we're talking. Daar bevinden zich ook cybercriminelen. Het is onwijs makkelijk om via draadloze netwerken die gegevens afhandig te maken. Maar heel veel van die pakketten die geven informatie op het moment dat je ze op de juiste manier aanspreekt door middel van een portscan. Wat gebeurt er vervolgens? Een pakket geeft informatie en ik kan kijken welke kwetsbaarheden daarin zitten. En die kwetsbaarheden kan ik later gebruiken om mijzelf toegang te verschaffen tot dat netwerk. Dat toegang verschaffen, zult u bedenken, ja, dan zal die hacker iets actiefs moeten doen door de firewall heen en dat soort zaken. Nee, dames en heren, die firewall, daar zal die hacker het liefst van afblijven. Waarom zou een hacker moeite doen om een hele firewall door te komen, met alle risico's van dien, terwijl u namelijk alle USB-stickjes maar gewoon in uw computer steekt, of iedere website op oké klikt als er een meldingje verschijnt? Dat is toch veel makkelijker? Wi-Fi Ebers, Actan Accountants, Albert Heijn, Club Med, Hotel Duiven, wie komt daar? Ja, het moet iemand zijn uit de zaal. Joni en Dini, Huste. Koos van Elk, Pipo de Clown, Color Business Center, Color BC. Dan moet hier iemand in de zaal, ik zag daar, ja. U bent al gehackt. Had je gedacht, GWB gasten wifi. Secret Thijssen, accountantskantoor met de naam Thijssen hier misschien. LUMC, wie komt hier met LUMC? Nou, we zien het hier gebeuren, live op het scherm. Roos eten en drinken. Wie? Er moet iemand in de zaal zijn. Ik zie daar een handje. Nou, wat we hier zien, ik scan met deze apparatuur. Hier, daar heb je de hadje gedacht. Scan ik wat uw telefoon uitzendt. Uw telefoon is namelijk een dom apparaat. U zegt allemaal dat ze slimme apparaten. Nee, het zijn domme apparaten, want ze hebben wifi. Dat draadloos, dat wifi, dat is namelijk per definitie onveilig en dat heeft te maken met de bouwstenen van wifi. Gaat dat ooit beter worden? Nee, dat gaat niet gebeuren, want er moeten alle draadloze apparatuur in heel de wereld zo moeten worden vervangen. Gaat niet gebeuren. Wat is nou het risico? Ik boots een van die netwerken na.
Ik zeg tegen uw telefoon, maakt u maar verbinding met dat netwerk. Even voilà, ik zit ertussen. Dit is een ransomware, uw PC, uw bestanden zijn gegijzeld. U komt daar niet bij. Alleen maar op het moment als u dat losgeld gaat betalen. Ik ga heel even naar dat documentje toe. Nou, daar is die. Hè? Bestandsextensie weg. Oh ja, het was versleuteld, hè, dat bestandje. Nou, dan laten we het bestandje toch proberen te openen. En dit is nu het bestandje. Dit is een werkend document. Welkom bij de RB 2016. Dit gebeurt er met al uw bestanden. Niet alleen op uw PC, maar ook de netwerkschijven. Op uw server. Op eventuele aangekoppelde backups. Alles. Dit hier is de worst nightmare van ondernemers op dit moment. Pas ervoor op. Let op de linkjes in e-mails. Let op bijlagen in e-mails. Mag ik hem weer op de presentatie alsjeblieft? Stukje wetgeving. Waar we het allemaal over hebben. De wet bescherming persoonsgegevens. Waarom is het nu zo belangrijk om u te wapenen tegen die cybercriminelen? Allereerst een stukje theorie. Wat is verwerking? Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruik, verstrekken van alle persoonsgegevens. Met andere woorden, alles wat u met persoonsgegevens doet, dus ook het raadplegen, dat is het verwerken van persoonsgegevens. De meldplicht overschaduwt ook andere risico's. Bedrijfscontinuïteit, reputatieschade, eventuele contractuele boetes uit wanprestatie. Want wat zal er gebeuren als uw server wordt gehackt en al die gegevens zijn weg? Wat doen al uw klanten? Niet betalen, eventueel wijzen op contracten. Boeteclausules. Het lekken van vertrouwelijke en niet persoonsgegevens. Hoeft u weliswaar niet te melden, omdat het geen persoonsgegevens of medische gegevens zijn. Maar ja, dames en heren, laten we wel wezen. Op het moment dat u gegevens lekt, vertrouwelijke gegevens van uw cliënt. Een patent, een ontwikkeling van een product. Bij ontwikkelingsmaatschappijen. Ja, geen meldplicht, maar wel heel vervelend. En uw reputatie staat natuurlijk direct op het spel. Ja, waar het uiteindelijk om draait, dames en heren. In het kader van de beveiliging. Bent u beter beveiligd dan de rest? Is uw organisatie interessant voor de cybercrimineel of niet? Dat is iets wat u zelf moet gaan afvragen. Iets waar u de komende tijd aandachtig mee bezig moet zijn. Zet het onderwerp op de agenda van uw bestuursvergaderingen. En niet afschuiven richting, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Daar hebben wij IT'ers voor. Daarmee gaat u het niet redden. Dank u wel voor de aandacht. Wouter. Heel hartelijk dank. Je hebt in ieder geval mijn ogen geopend. En ik denk dat er wel meerdere zijn waarvan de ogen geopend zijn. Wouter, even het volgende. Voordat we naar de pauze toe gaan. En dames en heren, ik weet ook, we lopen uit. Maar ik wilde deze vraag er even voorleggen. Dat het gebruik van mobiele opslagmedia en ook het gebruik van wifi met problemen gepaard gaat en met mogelijke risico's, dat weten we nu denk ik wel duidelijk. Dat heb je heel duidelijk geschetst. Maar kun je iets zeggen over de veiligheid van een 3G of een 4G netwerk? Want dat zou voor mij dan uiteindelijk de oplossing zijn om uiteindelijk niet te zorgen dat ik een onbeveiligd wifi netwerk ga uiteraard oproepen. Ja, als ik meer de tijd heb, dan kan ik meer in oplossingen gaan denken. Het gaat nu vooral om het stukje, nou ja, bangmakerij wil ik niet zeggen, maar gewoon de realiteit aan u laten zien. En natuurlijk wordt u daar een beetje bang voor, maar het is reële bangheid. Oplossing zou kunnen zijn wifi op uw telefoon volledig uitschakelen en overstappen op het gebruik van 3G, 4G. Tientje per maand aan de provider meer betalen, u krijgt een paar gigjes extra en u kunt ook daarmee werken. Probleem is opgelost. Bedenk wel dat ook hackers evalueren en dat het hacken van 4G, 3G netwerken op dit moment zeer, zeer lastig is en dat dat eigenlijk niet gebeurt, maar dat ook hackers evalueren en dat u dus ook met de tijd mee zal moeten gaan. Dat ziet er nog steeds niet zo best uit natuurlijk, maar oké, we hebben voorlopig een oplossing. Daarvoor in ieder geval. Dank.
Ja, voor mij zeker. Ja, wat mij vooral opviel is dat het vooral om inderdaad problemen, angsten en dergelijke gaat. En waar ik zo geïnteresseerd in ben is, wat zijn oplossingen? En 3G, 4G, dan hebben we het over de mobiele telefoon. Je geeft aan, op de computer is een antivirusprogramma al niet meer voldoende. Maar wat zeg je dan? Want op het laatst laat je hardware zien voor een huis te beveiligen. Maar ik wil graag weten, wat kan ik doen om mijn omgeving op de computer te beveiligen? Ja, daar kan ik een heel kort antwoord op hebben. Dat is situatieafhankelijk. Ieder organisatie is anders. Het ene antiviruspakket is voor de andere organisatie totaal niet geschikt. De ene firewall is voor de ene organisatie prima geschikt en voor de andere organisatie weer niet. Dat hangt er punt 1 vanaf. Wat voor gegevens verzamelt u? Daar zult u zelf goed naar moeten gaan kijken. Breng het in kaart. Wat voor verwerkingen doet u? Met welke partijen? Contractueel, breng dat in kaart. Ja, kijk, wij als organisatie doen dat. Maar u zult daar zelf de eerste stap in moeten nemen. En voordat u een risico-inventarisatie heeft gemaakt. Kijk, wat je veel ziet, dat is dat organisaties aan een IT'er het een en ander vragen. Die IT'er gooit wat firewalltjes neer en die zegt het is goed beveiligd, we hebben het goed voor elkaar. Maar wat we zien, dat is organisaties groeien mee, alleen die IT blijft vaak liggen. Dus u zult continu de risicoafweging moeten maken. Zijn wij nog voldoende technisch en organisatorisch beveiligd? Op het moment dat ik iedereen zou moeten voorzien van standaard advies, ja, dat gaat niet. Iedere organisatie is uniek. Dat geloof ik. Ren jij dadelijk weg in de pauze of ben jij beschikbaar? dat hangt er heel erg van af in hoeverre getalen u op mij afkomt. Maar nee, u kunt mij aanschieten en dan kunnen we het daar zeker over hebben. Ga ik zeker doen. Dankjewel. Dankjewel.